loindeo. Ah. Wabidi loindeo. Even een kort vraagje. Het was de allereerste try-out van de voorstelling van de Russen. Ja. En uw eerste indruk? Ja, ik vond het fantastisch. Echt geweldig. Ja, helemaal vanaf het begin word je meegesleept. En nou, het kan niet lang genoeg duren. Dat is echt fantastisch. Niet lang genoeg duren? Er hoeft niks uit. Nee, voor mij hoeft er niks uit. Nee, nee, echt niet. Er is al een stukje uit, hè, heb ik begrepen. Is dat zo? Ja, ik geloof dat er de vorige keer was het iets langer, een try-out. En nu is er een paar kwartieren uit, ik weet niet. Maar ik vond het echt heel boeiend. Ja. Want, het is een try-out, dus het gezelschap zou nog wat kunnen verbeteren aan de hand van uw tips. Heeft u tips? Nou, ik ben ook geen deskundige, dus dat vind ik dat zo flauw. Nee, ik heb geen tips. Nee. Nou, wacht even. Tips. Na de tweede pauze, het begin vond ik boeiend. En toen viel er een beetje een moment dat ik dacht van nu wordt het wat saai. Dat is het enige. Daarna werd weer heel spannend. Maar dat een beetje. Dat zou iets korter kunnen. Dank u wel. Ja, een hele mooie ervaring en ik zou zo nog een keer willen gaan. En waarom vond ik het mooi? Ik vond het hele hedendaagse mensen, ook al is het een moderne versie. Het waren echt mensen van deze 20e eeuw en het werkte gewoon goed, de voorstelling. Dus. De voorstelling duurde 6,5 uur, vond u dat lang genoeg? Ik kreeg er geen genoeg van, dus nee, ik vond het prima zo. Ik houd ook lang. Ja, ik vond het niet zo moeilijk om vol te houden. Nu gaat het gezelschap, het is een try-out, dus we gaan nog dingen uitproberen. Heeft u nog tips? Of ik nog tips heb? Nou, ik vond eigenlijk er zoveel spelplezier in zitten, dus ik hoop dat het spelplezier behouden blijft. Ook als het wat meer ingespeeld is. Dus ik heb niet echt directe tips verder. Dank u wel. Oké. Ja, ik sta te flyeren, ja. Omdat de tin behouden moet blijven, omdat het heel belangrijk is. Tin misschien even uitleggen voor wie niet weet wat het tin is? Het is het Theaterinstituut Nederland en we hebben een enorme collectie boeken, affiches, posters, kostuums. Eigenlijk alles wat met theatervoorstellingen in Nederland te maken heeft, dat wordt er bij ons beheerd, wordt er opgeslagen en is voor het publiek toegankelijk. En als het tin verdwijnt, dan is er dus na de voorstelling niks meer over, omdat theater zo vluchtig is. Mensen kunnen bij ons nog kijken naar registraties van voorstellingen en echt handgeschreven scripts nog inzien. Dat verdwijnt straks allemaal. En we weten niet wat er dan mee gaat gebeuren, of het nog ergens in deelcollecties terechtkomt. Dus, nou hebben jullie heel lang moeten wachten, volgens mij, voordat jullie konden flyeren. Het was best laat. Heel gezellig. En er kwamen wel wat mensen al die echt een trein moesten halen, haastig naar buiten. Maar ja, het was spannend tot hoe laat toneelgroep Amsterdam het zou weten te rekken vanavond. Ja. Je werkt zelf bij het TIN? Ja, ik ben oproepmedewerker. Ja. Dus ik acteer en daarnaast heb ik als fantastisch bijbaantje het werk bij het TIN nog. Maar... Ja, want het gaat heel slecht. Het gaat met het TIN. Voor acteren. Well, ja, alles gaat slecht. Ik denk dat ik toch een boekhouder moet worden of zo. ja, of VVD-lid of iets. Iets dergelijks, ja. Goedemiddag.